Een vrouw van 69 uit Soest doet eind juli boodschappen bij Lidl aan de Van Wedestraat in Soest. Als ze klaar is en de boodschappen in haar auto laat, spreekt een man haar aan. Hij vraagt of ze geld kan wisselen. Even later wordt ze gebeld door haar bank dat er met haar pinpas een flink bedrag is opgenomen, Bernard. Ja, daar hebben we er weer een. Hè? Dus die truc van het geld wisselen was eigenlijk bedoeld om de pas van de vrouw te stelen. Want op het moment dat zij zoekt naar geld in haar portemonnee, is die man zo behulpzaam om heel dicht op die mevrouw te gaan staan, even mee te kijken in haar portemonnee. En uiteindelijk ziet hij dan kans om ongemerkt haar pinpas te stelen. Ja, en kennelijk heeft hij in de Lidl de pincode af kunnen kijken, want hij pint ruim €1250 van haar rekening. Dat is niet normaal. En dat doet hij bij de Albert Heijn in Soest. Maar we hebben wel beeldmateriaal van hem en goed beeld. Ik stel voor dat we even gaan kijken. Hier zien we lopen, lekker zijn korte broek. Hij loopt meteen even naar de pinautomaat rechtsboven in beeld. Nou, daar neemt hij op zijn gemakje gewoon even geld op. Dan is hij klaar, dan denkt hij, weet je wat, ik ga ook nog even met die pinpas van die mevrouw even pinnen. En dan koopt hij nog wat sigaretjes bij de servicebalie. Kijk, hij weet exact de pincode, stopt van de pas van die mevrouw erin. En dan heeft hij zijn spulletjes en je moet eens naar zijn gezicht kijken. Ja hoor, helemaal happy, loopt hij de deur uit, dat begrijp ik. Want hij heeft net gepint met andermans geld en andermans pas. En dat doet hij trouwens nog een keer en dan pint hij €250 bij de Rabobank in Soest. Ja, al met al veel geld. De bank ziet die ongebruikelijke transacties en waarschuwt dan de vrouw, hè, waarop de pas wordt geblokkeerd. Hij staat goed op de beelden, zeker. Dus dat betekent ook een goed signalement. Ja, wat mij betreft wel. Het is een meneer met een blanke huidskleur. We schatten hem tussen de 25 en 35 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur, kort zwart haar. Op dat moment had hij een stoppelbaardje. Hij droeg een geruit overhemd, had een donkerblauwe korte broek aan. En hoogstwaarschijnlijk is dit niet dezelfde man die de mevrouw heeft aangesproken. Want het signalement van die man is dat hij een lichtgetinte huidskleur had. Best wel lang, 1,95 meter lang. En hij droeg op dat moment een spierwit t-shirt. Oké, maar deze man zoeken we in ieder geval. Hij pint met de pas van de vrouw uit Soest. Herkent u hem of weet u waar de politie hem kan vinden? Pak dan nu de telefoon en geef het door via een van de tiplijnen.